Breda Nu. Je weet het meteen. Rondom de 100 sousafonisten zijn naar het NAC-stadion in Breda gekomen om een lied te repeteren. Daarna gaan ze in de parade van het NAC-stadion richting de binnenstad van Breda. Jubluiten, beeldend theater maken, maar vandaag choreograaf. Op de achtergrond zien we allemaal sousafoons. Wat is jouw fascinatie voor de sousafoon? Waar komt die vandaan? Mijn fascinatie voor de sousafoon die komt er eigenlijk vandaan. Mijn opa is dirigent en mijn andere opa die speelde bij een harmonie. En verschillende fanfares. Ik weet gewoon dat als ik daar vroeger bij optredens was, vond ik dat gewoon fascinerend. De man achter de sousafoon, net als de dikke trom, dat waren veel meer wat timide, wat introvertere types, groot vaak. En vandaag ga je dus deze mensen in het gareel proberen te krijgen. Ja. Heb je al ervaring met muzikanten of doe je alleen eigenlijk danserschoreografie? Het is niet echt een choreografie, het is echt het afstijlen. Kijken, oké, hoe brengen we dit in beeld? En wat kunnen we nog doen naast alleen maar spelen of de muziek laten klinken? Kunnen we daar ook fysiek iets mee? Want we hebben er nu 150. Wat doet dat beeld met ons? En wat willen we dan? Maar het is wel, ik zie het nu voor het eerst natuurlijk. Ik ben heel erg aan het kraken en ik weet het ook gewoon nog niet. Dus ik moet het straks gewoon even zien. Een tuba zeg je, die naam is niet zo bekend, hè, of de sousafoon. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Die komt van John Philip Sousa, dat is de uitvinder, de inspirator van de sousafoon. Die heeft hem in 1893, hij was dirigent van de Marinierskapel in Washington. En in 1892 is hij begonnen met zijn eigen band, de Sousa Band, die ook in Breda heeft opgetreden. Het was aanvankelijk het plan om alleen de Room Sousa uit te nodigen. Een formatie die bestaat uit vijf sousafonisten. Maar het is een beetje uit de hand gelopen volgens mij. Ik vond de Room Sousa een beetje karig op zo'n groot potton. Dus ik dacht van ik ga even sociale media kijken. Ja, en dit is ervan terecht gekomen, 150 sousafonisten. Breda Nu. Je weet het meteen.